Oké. Als ik erbij gepakt. Ik heb. Dus dat betekent dat ik dus moet gaan tennissen. Ophakken. Wij zijn aangekomen op het tennisveld. Goedemorgen, het is zondag en de allerlaatste zomervakantiedag van dit jaar. Ja, dat is morgen schooldag en ik vind het jammer. Ja, ik vind het ook heel jammer dat de vakantie is aflopen. Mijn vriendin mee gaan naar oom. Ja, maar we gaan er een leuke dag van maken. En ik wil in het wachten, Sarah gaat thee zetten. Dat houdt in dat ze de waterkoker aanzet en mijn beker klaarzet, maar... Thee zelf doe ik zelf, want ze mag voor mij nog niet met heet water aan de gang. Dus. Oh ja, en ik heb wat leuke dingen voor vandaag. Oké, als je erbij komt. Ik heb een sportlegging. Dat is deze. Ik zal hem er gelijk even uithalen. Ik denk dat ik die zo ook aandoe. Dat is deze. Dan heb ik... Deze, die is van Oero. Een sporttop. Ik weet niet of je hem zo ziet, ik haal hem er dan gewoon uit ook gelijk. Ik ga het sportief doen. Dat is deze, bij de legging. Ik had namelijk helemaal geen sportkleding meer. Mama? Ja. Oh, ja, dat is het. Ja. Deze even openmaken. En... Even rustig. Ik wil de hoest, ik ben rustig. En ik moet gedurende je knippen. Dat is wel grappig. Ja. Zit erin, deze? Even kijken. Ik weet wat erin zit, want ik heb het zelf besteld. Ja. Derde. Ook ben voor jou. Het. Ja. Ik heb dit besteld. Met 3 ballen. Dat heb ik elke keer al in mijn hoofd. Ja, 3 tennisballen. En ik heb ook 3 tennisrackets. De ene is een set en deze, kijk, kan je zo zien, deze is kleiner. Voor mij. Die is voor jou. En dan zo, ik ga oefenen of ik het goed kan. Ik ga het zo, oh, de ene zit in folie laten zonder dat het tussen zit. En deze, want wij gaan straks tennissen. We hopen dat het weer mee zit. Eigenlijk zouden we gisteren gaan. Maar toen werd het weer zo slecht. En daarna ging de zon schijnen. Ja, maar dat was echt pas rond de tijd dat ik al wilde gaan koken. Dat is er af. En ja, dit moet ik ook even afhalen, deze. Ja, doe maar bij plastic liggen. Dan kan dat ze allemaal in de bak. We hebben geen papier gehad. Lijkt papier, maar het is het niet. En we gaan aan mijn broer tennissen dadelijk. Die heeft zijn eigen racket. Dus ik denk dat die, oh, die andere zit niet in. Oh jawel, dan laat ik die gewoon nog even ingepakt. Dus ik heb een tennisracket. En heb ik nog nooit echt getennist. Ja, af en toe voor de gein. Kijk, het is wel grappig, want volgens mij... Oh nee, hij is wel anders. Ik dacht, hij is wel verder hetzelfde. Dit handvat is een stuk kleiner en je racket ook. Dus... Maar dit, kijk, dit is wel even groot, maar dit is wel een beetje... En hij is minder zwaar. Ja, hij is een stuk minder zwaar. Mag ik jou opnemen? Deze is van Artengo. En die van Sarah is van Decathlon zelf. Nee, niet van Decathlon. Ja, dat zou... Oh nee, ook Artengo, kijk maar. Maar ik zag ook Decathlon. Oh, hier staat ook Decathlon in. Dus ik ben benieuwd of we er wat van gaan pakken, zeg maar. En dit is dan die ander. Maar dit is wel even af, zoals we daar opruimen. Ik weet hoe het dit moet. Dit zijn dan 2 dezelfde. Je gooit de bal op de grond, dan doe je hem omhoog en dan kan je hem zo naar de andere doen. Ja, die stijt het. Dat was ik jou op je vakantie aan het leren, hè? Omdat je het dan wel makkelijk zo kan beginnen. Ja, maar hoe kan je met z'n 3 tennissen? Nee, je kan niet met z'n 3, hè? Die jongen nog even pauze. Of je kan een dubbelspel aan 1 kant doen. Dat kan ook. Maar dan moet er nog iemand bij zijn. Nee, ja. Dubbelspel met 1 iemand aan 1 kant en 2. Jij moet nog zoveel leren met tennissen.
Dus oom kan dan bij mij staan. Bijvoorbeeld. Dan kan hij jou een beetje helpen of een bal redden. En af en toe pauze. Hij pakt de bal dan voor mij. Komt wel goed. Doem, ba, 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 pak de bal. Oké, ik heb me dus opgemaakt, aangekleed. Ik heb die outfit aan die ik net had laten zien. Maar toen bedacht ik me dat ik natuurlijk schoenen aan moet. En ik heb echt letterlijk alleen maar schoenen met een hak. Ja, ik heb een paar teenslippers die ik dan even naar buiten aandoe of zo. Even snel de tuin in of wat dan ook. Dat je gewoon even heel snel in en uit kan. Dus mijn beste opties zijn deze. Maar deze hak zit, je kan het ook zien, tot hier. Dus het is toch, dit hele stuk is hak. Dus dat betekent dat ik dus moet gaan tennissen op hakken. Oké. Nou gaat dat prima hoor, denk ik. Maar toch, tennissen ophakken. Wij zijn aangekomen op het tennisveld. Orlando is er. Sarah is het veld al aan het verkennen. Ik ben blij. Ik heb alles in een grote boodschappentas gedaan. Want het is een beetje nat. Dus dan kan mijn tas daar ook gewoon in. Nou, we gaan het gewoon proberen. Even allemaal pakken. Zo, ik heb mijn. Die ook daarin. Ja. Mama, pak je. Oh, dat is de mijne. Dat is wel handig, hè, die tas. Met de jas er gewoon in en zo. Ja, goeie keuze fijn geweest. Pakken we jouw bal eerst? Die van jou zit volgens mij nog in de... Ja, die zijn nieuw. Okay. Deze bijna ongebruikt, maar niet nieuw. Ja. Ah, maar doe ik heel veel. Doe maar. Ik kan je helpen. De braampjes erin. Zoek wel. Oh, wil jij zoeken? Je wel voorzichtig met de prikkels dan. Zou je wel gaan zoeken ondertussen. Hij kan ook net hier liggen natuurlijk. Sarah, weet je wat je ook kan doen? Nee. Dan ga je in een hoekje. Kijk. Dan ga je in de buurt van het hek. En dan ga je gewoon zo oefenen. Alleen maar met oefenen met serveren. Dat was slijm met verre. Ik ga weer aan te slaan die bal. Oh. En dat is een muur hebben. Nu. Oh. Ik ben niet meer. Ja, soms moet je ook een stapje doen. Je hebt hem ook in je verkeerde hand, Sarah, want je bent links. Nou, is er een poging? Kom op. Ja, maar je mag best stappen hem op. Ik mag best met de bal lopen. Kijk, we gaan kijken hoe Ove het doet. Oh, daar is mama. Kijk, we filmen wat naar oom. Waar is oom? Daar is oom. Daar is mama. Je moeder laat thuis gewoon slapen niet goed, maar wat is er? Kijk, mama. Kijk, mama. Boink. Zo. Ga je het nog een keer doen.
Het was echt heel leuk. In het begin regende het alsnog, terwijl het droog zou zijn. Daarna werd het wel heel erg lekker. En toen zeiden we, nou, we gaan zo. En we pakten onze spullen en het gaat opeens helemaal los. Dus dat was wel echt heel jammer. Maar goed, we hebben lekker bewogen en het was leuk. En het ging eigenlijk, in het begin niet, maar daarna wel echt beter dan verwacht. Dus we raakten aardig op ballen. We konden toch wel aardig wat over en weer spelen. Dus dat was wel leuk. Ik ga even douchen. Mijn haar was, het was echt heel vies van al dat regen en opspetterende modder en noem het maar op. Dus hij gaat lekker even in bad. En die zal ik gelijk even aanzetten. En dan klaarmaken, want we moeten zo meteen weer weg. Ik heb mezelf weer toonbaar gemaakt. Ik heb deze jurk weer eens aan van Warehouse is deze. En die geokslaarsen, die heb ik ook een tijdje aangehad. Maar dat vind ik wel leuk met die splitjes. Dan zie je ze toch wel onder die jurk. En snel mijn tas en mijn spullen pakken en dan de deur uit. Dat zit er echt zo totaal niet in. Tomaten, noodzijver. Room. Ei. Kaas. Ui. Kaas. Kaas. Kijk eens, ja, kruiden en zo. Kaas. En nu? Tina, wat gaan we nu doen? Nou, een mooi maar vol. Nou, je vindt het hartstikke leuk. Oh, je vriendjes en vriendinnen zit weer zien. Ja, maar we zijn er ook weg. Ja, maar die zijn nog niet op school. Ja, maar die zit gewoon aan de klas. Dat zie je gewoon nog. Nee hoor, ze gaan niet naar hetzelfde plein zoals ik. Tuurlijk. Maar je hebt wel Mila en Roa. En mij hebben we nog meer. Wat hoor ik nu? Dat je geen toetje mocht. Alsjeblieft, gefeliciteerd gevierd, hè? Dank je. Ja. Oh. Ja. Oh, je had het niet verwacht, hè? Ja, maar ik moet een beetje... Ja. Ben aan het ja. Verrassie. Ik heb niet op. Nee. Dat is leuk. Oké. Eigenlijk een beetje tijd voor een reality check. Zij ligt op bed en ik heb gewoon net pauzehap, schooltas, gymtas, al dat soort dingen gewoon klaargemaakt. De wekker is ingesteld weer op normaal. Morgen gaat gewoon school weer beginnen. Dat ik echt denk, hoe dan? Echt, ja, best wel een dingetje vind ik het. Maar goed, het moet, het hoort erbij. Maar... Zeker met die lange vakantie altijd, die 6 weken. Dan heb ik gewoon zoiets. Ik zit er zo lekker in dan. En ik wil dan gewoon nog niet. Het is gewoon te kort als het ware. Dus ja. Ja, het is gewoon erg. Dus, maar goed. Het moet. En ik ga voor 12 naar bed. Ik heb me echt voorgenomen en ik ga het echt doen. Moet gewoon nu op tijd naar bed gaan. Tada, tada, tada. Het is me gewoon gelukt. Ik ga op tijd naar bed. Dus, ik wil snel de vlog afsluiten. Anders ben ik alsnog te laat.
Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik hieronder even op abonneren. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei!